Als je sinds de corona sta je droog. Nee, dat is weer een andere vraag. 7:30. Fijn dat je luistert naar de show. En NH Radio tot 3:00. Luister lekker mee naar Kunnemiddag. Supergoed idee. De show waar werkelijk alles mag. Alles mag. Nou, alles. Heel veel. Genieten op jouw vrije zaterdag. Ja, mooi. Heel veel hits vergaan, want vriend ons achterlaat. En dat op jou. Zo is het ook. Lekker hoor. Die muziekjes vinden we altijd heel fijn. Het warme bad. Ja, kijk, vol bewondering hoe je dat doet. Want dit kan ik niet. Nee, maar goed, jij kunt weer dingen die ik niet kan. Ja, nou. Ik noem bijvoorbeeld. Niets. Ik kan alles wat ik kan, kan je veel beter. Nou, kinderen maken kan ik niet. Je wil het niet. Want kinderen, als zich, we hebben het hier vaak over kinderen gehad, Prem, veranderen de man, de vrouw vanzelfsprekend ook, maar de man ook. Wat heeft dat jou veranderd als man voordat je kinderen had? Niet. Alleen, ik denk dat doordat ik kinderen kreeg de drive om het economisch goed te doen. Nou, dat noem dat maar niks. Dat vind ik best wat. Dus ja, je had verantwoordelijkheidsgevoel. Vind je jezelf een goede vader? Ja. Ja. En als ik nou deze vraag aan jouw kinderen zou stellen... Zeggen dat ik een fantastische vader ben. Ja, dat begrijp ik. Maar als ik nou zou vragen... noem nou eens één ding wat hem een fantastische vader maakt. Wat zouden ze dan zeggen, denk je? Ja, dat ga ik niet zeggen. Moeten ze zelf zeggen. Nee, ik vind dat je het gerust kunt zeggen. Nee. Ik ken jou niet als jij dingen niet zegt. Je verwacht van andere mensen in jouw interviews... Nee, moment. Jij vraagt ook andere mensen altijd alles en dan wil je een antwoord. Ik wil gewoon antwoord van je hebben. Ik kan niet namens mijn kinderen spreken. Tuurlijk wel. Nee, dat kan ik niet. Je weet heus wel wat ze gaan zeggen. Ja, het zijn volwassenen. Ja, maar goed, nu kun je het gewoon zeggen. Ze horen het toch niet. Wat vinden ze geweldig aan jou? Nou, wat mijn kinderen wel op prijs hebben gesteld... is dat ik ze altijd heb gezegd hoeveel ik van ze hou... en hoe blij ik ben dat ze er zijn. Gewoon is dat nou zo moeilijk om te zeggen? Ja, maar het is wel iets privés, hè? Maar daar staan we toch voor hier? Nee, hoe ik met mijn kinderen omga... Ik vraag je toch ook niet wanneer je voor het laatst iemand hebt afgezogen of zo. Wanneer was dat trouwens? Ik zal jou een voorbeeld geven dat ik daar helemaal niet zo moeite mee heb. Dat was ver voor de coronacrisis. Ik durf het gewoon niet. Echt waar? Nee. Dus sinds de corona sta je droog? Nee, dat is weer een andere vraag. Waar wil je nou antwoord op? Nou, heb je seks gehad met een man sinds de coronacrisis? Ja. Oh, oké. Okay. Zie hoe makkelijk het is om gewoon eerlijk antwoord te geven. Dus ga ik jou een moeilijke vraag stellen. Oké, nu ga ik eventjes naar Diana, jouw vrouw. Diana, stel nu. Diana vindt het niet leuk als ik in het openbaar hoef nee, te praten. Nee, dat zal best. Dus maar daarom kan ik het weinig over Nee, dat hoeft ook niet. Nu heb ik met Diana gesproken. Ja. En nu zeg ik, Diana, vertel me nou eens... wat is de leukste en minst leuke kant van Prem? Ja. Haal er eens één ding uit. Wat denk jij dat zij jouw leukste kant vindt?